Hallo kijkers en welkom nog een keer op een gameplay, dus episode 3 al, de derde pretpark, wat ik dus voor jullie ga bezoeken. Het is Aztec Dark Ride. En nee, ik ben wel in de 30, maar... Ik heb die glas nu toch wel, of tas heb ik toch wel redelijk lang. Dus precies. Pardon. Een grote pretpark. Amai man, amai. Daar is heel veel tijd in bestoken. 6.451 unieke bezoekers. 2887 huidige abonnees en 53 huidige favorieten heeft deze pretpark. Ga maar eens een kijkje dan nemen. Het ziet er echt heel fantastisch uit. Wauw. Het is precies ook heel veel indoor te doen. Oh my god, heeft hij echt zonnepanelen? Heeft hij zonnepanelen gebruikt? Oh my god, ja. En dan nog een groenzuinige pretpark. Oké, dat is wel nice. Waar is de inkom? Eens even kijken. Als we de inkom vinden. Is hier de inkom? Nee. Hier de inkom? Nee. Soms is even zoeken naar de inkom. Ik vraag me dan soms af van waar komen dan de bezoekers daar binnen. Even eens uitzoomen. Want die geeft geen in- en uitgang. Oké. Ik vraag me toch af waar al die bezoekers allemaal vandaan komen. Oké, dan gaan we eens even de pretpark binnen. Dus we hebben hier een hele mooie wachtrij. Er gaan weer al 3 mensen binnen. We gaan deze wachtrij ook eens afgaan. Ziet er echt heel mooi uit. Ietsjes hoger. Ja. Zo, dan zitten we ongeveer hoofdoogte. En dan ga je dus zo. Ja, niet pretpark buiten. Hier kunnen ze ook dan nog een. Daar moeten ze al rond gaan. Hier konden ze eigenlijk nog wel iets hebben ingeplaatst. Van een vliegtuig of zo. Ik hoor dat er ergens technische storing is. Ah nee, dat is dit hier, wat je hoort. Een motor die afgevallen is. Oh, ga je er dan nog graag... Oh my god, zit hier. Zal je er dan ook nog in gaan? Wauw. Ik ga een klein beetje voorsteken natuurlijk. Wel echt wel heel mooi gethematiseerd. Zullen we ook maar even wachten tot de attractie gedaan is. Dan ga ik ook lekker eens drinken nog een keer aan mijn mok. Even kijken hoe lang dat deze duurt. 109. Oh, no music. Ah, je kunt daar ook nog muziek in steken. Lol. Voor het wachten toch wat aangenamer te maken. Oei. Ah, users muziek. Dus wat hoeveel muziekjes dat ik al heb van gebruikers. Lol.
de Indiana Jones. Voilà. Ik snap niet hoe je dat dan kunt aanvinken. Ziet. Zo misschien. Oké, ze gaan nu uitstappen. Ik ga zo niet echt de attractie nu controleren, hè. Ja. Dankjewel voor het repareren. Nu mogen de mensen eruit. Als de monteur volledig weg is, dan mogen de mensen eruit. En dan gaan wij maar eens plaatsnemen in de attractie. Oeh, die man doet ook wel heel raar. Voilà, ça. We zitten al zo in een vliegertje. Wat je eigenlijk ook zo een bepaalde pretpark waar je ook zelf kunt mee bewegen en al, dat is gewoon machtig. Ik hoor dat ze gevuld worden. Ja, we zijn begonnen. We zijn vertrokken voor een leuke onrideje. Dus even Minecraft. Dan moet ik eens even. Wacht, ja. M-A-N. M-A-N, dan craft. C-R-A-F-T. Maar dat heb je niet op Steam. Dan moet je van internet zelf downloaden. Oh my fucking god, die valt echt. Oeh, je gaat precies bijna tegen de bomen aan. Oh, echt een zalige vlucht. Zalige vlucht. Wauw, oh my god, en dan nog zo, echt zo op zijn zijkant. Wauw. En hoor dus hoe de mensen fun hebben in de attractie. Ik zag twee vogeltjes. Woehoe. Wauw. Heel mooi. Dan gaan we eens door naar de volgende attractie. Oké, we stikken gewoon even gewoon de plein over. Alleen dat de attractie er terug is. Wat hebben we hier allemaal? Hier hebben we ook precies iets. Oh, dat is ook wel echt heel mooi gemaakt. Echt waar, ziet dat dus. Hier is echt, echt letterlijk en figuurlijk tijd ingestoken. Echt in de demonetisatie. Oh, ik heb hier ook een souvenirwinkel. Kom ook eens binnen. Oh. Oh. Echt heel schoon gedaan. Mooi gethematiseerd en al. Hier op de dingetjes mocht er nog dan wel iets geplaatst worden, vond ik. Ik weet niet als dat kan. Ik weet dat niet. Ja. Ik ben echt. Oh my god. Hier gaan we echt dan zo de grot binnen. Wauw. Is hier echt heel schoon. Oké, wat is die bezig? Ah, die is de vuilbakken hier mooi aan het maken. Oh my god. Ik heb hier een water. Oh my god. Ik heb hier zelfs nog een rider in. Cool. Die gaan we ook dan bezoeken. Nee. Ik wil de ride, ik wil de ride. Nee, ik wil die ride hebben. Voilà, ik heb hem.
Nou ja, we eens proberen eens naar boot 1 te gaan. Een boot die pas gaat vertrekken. Voilà, deze. Welkom aan boord. Amai, dat is wel echt mooi. Oké, nu wachten tot deze passagiers ingeladen worden. Jee, ze zitten allemaal al. En dan kunnen we lekker een vaartochtje maken. Echt op de details gelet, hè. Echt waar, nice. Oh, dat is ook wel mooi gedaan. Hier, ah, andere kant. Ah, dat niet, net niet gezien. Ah. Oh my god, we gaan ook nu naar omhoog toe. Een leuke lifthill tussen de rotsen. Heel leuk. Oh my god, gaan we hier een drop hebben? Nee, ja, een mini dropje. Wauw. Oh, en een slang. Brrr. Hier nog een slang. Brrr. Ja, ik heb toch niet op slangen hoor. Nee, ik kom er niet uit. Een doos die op ons gaat vallen. Nee! Hier zijn ze aan het vechten. Oh nee! Oh my. Echt waar, heel mooi gedaan. Echt heel schoon gemaakt, man. Oh, scorpioenen! Eeuw. Oh nee, we gaan hier een drop hebben. Handjes omhoog! Hey! What the fuck? We blijven zelfs even hangen. Cool. Cool gedaan. Wauw. Ziet dat dus. Echt heel mooi gedaan. Je moet die attractie echt een paar keren doen voor echt alles te gezien te hebben, hè. Wauw. Heel mooi gedaan, de Aztec. Oei. Sesam, open nu. Oh my god, skeletten. Ah! Wauw. Daar verwonderd van. Heel schoon gedaan. Hola, pas op voor die bal. Wel schoon gedaan. Echt naai. Oh, we worden geplet. We worden geplet. Zelfs schoon. What the fuck? Oh my god, hier zat een boot zelfs in fire. En dan gaan we weer aan een... Oh, hier zit een skelet boven ons. Oh my god, een krokodil. Ah! Hier zijn de bezoekers, komen hier alweer al boven ons. Dus we komen aan op het perron terug. Echt waar, het is echt heel mooi gemaakt. Daar is echt tijd in gestoken. En dan heb je hier ook nog bankjes. Wauw, voor te eten of zo.
Ja, dat is echt hier heel mooi gedaan. Ja, mooi. We gaan terug naar buiten toe. Probeer het toch. Voilà, we gaan naar buiten toe. Dat is de shop, dacht ik. Wat voor attracties hebben we hier nog eens even gaan kijken? Park management. Plan escape. Eens even kijken. Die hebben we juist gedaan. Dan hebben we nog Eldaro. Die hebben we juist ook gedaan. Ah, hier heb ik dus ook nog eentje. De escape plan. Oké. De barrel. Ah, dat is gewoon een reuzenratje. Ah, wel, hoeveel zal ik deze geven, deze pretpark? Het ziet er een leutig pretparkje uit. De Aztec, heel mooi gethematiseerd en al. Hier heb je ook nog zo gelijk in Fantasialand. Dat doet me echt denken aan Fantasialand. Hier is dit hier. Oh, ook met haaien en al. Nice. Nice gedaan. Top. Deze pretpark, die krijgt van mij mooie 4 logo's van mij. Echt waar. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je het. En klik ook op het belletje. Dan zo blijf je het horen als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Ciao, ciao, ciao.